verpakken is en blijft nodig. We kunnen als maatschappij niet zonder. Geen banana for the size. Het beste voorbeeld is en blijft de komkommer. Als consument vind ik het zelf maar niks. Voorverpakte groenten, alleen al het zicht. En ja, die komkommer blijft 11 dagen langer vers in een jasje van plastiek. Dus of mijn mening nu valt of staat of niet. Maar als je kijkt naar de praktijk. Het klinkt een beetje als een Tinder exit strategy. Van virgin material tot single use materie. Hopelijk zijn er meer green dealers dan players in the house. Want wij willen een standvastige relatie. Zodra wij inzoomen op logistiek zijn snelheid en kostprijs niet de enige factoren. Zowel consument als producent en alle tussenschakels zijn bezorgd over die duurzaamheid. Al staan er nog vragen open, nog te beantwoorden in het huidige raamkaderbeleid. En nu het gaat over levensbehoud, gaat het dan over levensbehoud van die komkommer? Of over het levensbehoud van mij? Wij zijn Atlas. Wij dragen de aarde, leveren om wentelingen en alles biodegradable verpakt voor behoud, veilig transport, voor het vermijden van voedselverlies en schade, om wentelingen leveren. Zitten wij wereldwijd sinds de uitvinding van bakeliet met een bergketen van 8 miljard ton plastiek. Gooi nog maar een scherpje op het afvalstort. Laten we ons daar niet blind op staren. We slaagden. We konden er al 9% van recycleren. Staat de sector snorkel klaar om te duiken in 100% recycleerbare polymeren? Refuse, rethink, reduce, reuse. Depollution.